Vlaming maakt komaf met zijn ergernissen. Nou, we zitten na de krokusvakantie, maar we blijven ons ergeren. Zo is dat nu eenmaal. Weer hebben we een bekende Vlaming aan de lijn. Deze keer 1 minuut zich ongelooflijk mag opjagen op de radio over iets wat hem al lang tegensteekt. Goedemorgen, James Cook. Goedemorgen. Ja, je bent hier al direct weer aan het lachen en zo. Ben jij het type dat zich snel opjaagt over iets? Nee, eigenlijk ben ik wel een tamelijk chille mens. Als ik een probleem zie, dat ik zoiets heb van, oké, goed, hoe kunnen we dat nu ombuigen tot iets positiefs? Ik probeer dat toch wel veel te doen. Ik denk dat wij ietsje te veel zagen en klagen. Als we zo een keer rondkijken, hebben we eigenlijk soms helemaal geen reden als ik zo een keer kijk naar de wereld rondom ons. Ja. Dus dan heb ik zoiets van, kom aan mannen, misschien is deze wel even geen drama. Ah wel, James, ik heb dat ook. Ik kan dat altijd zo mooi in theorie zeggen, hè, maar dan gebeurt er weer iets en dan kan ik mezelf niet in toom houden en dan komt het er allemaal weer uit. Hè? Ik herken dat voor je het in het verkeer of zo, herken ik dat. Ja. Dan heb ik dat ook. Als ik mij aan het opjagen ben, dan moet je mij niet tegenkomen. Ja, in haar geval zijn het meestal dingen die ze zichzelf aandoet. Daar gaan we niet over. Ik heb een heel zwaar leven, zingt ze dan altijd. Het is niet anders. Affe. Zeg, er is toch één ding waar jij even een minuut over los wil gaan. Iets waar je echt over opjaagt. Dus we gaan je gewoon die seconde geven. Ik wens je veel succes om te kennen allemaal uit te smijten. Tijd gaat nu in. Oké, dat ik het heel lastig mee heb. En ik hoop dat er heel veel mensen luisteren, zodat ze daar iets aan doen. Dat is aan die self-scan-kassa's. Kent je dat? Dan mocht je zoveel producten meepakken. Ja. Omdat als je even moet haasten of zo, hè, dan is dat heel handig. Dan denk je van, kijk, voilà, 10 productjes. Hè, en dat is dan een kort rijtje. En die 10 productjes, dat is piep, 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 piep. En dat is gepasseerd. En dan zie je daar toch altijd zo'n paar tussen staan die daar toch wel hebben gepermitteerd om over karren vol daar ook in een selfscan te rijden. En dan denk ik, mannetjes, kom toe. Dat is gemaakt voor mensen die zich moeten haasten of die echt maar 10 productjes mee hebben. En ze proberen, hè. Ze proberen en ze doen het ook. En dan staan ze daar met de piepen, piep, 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 piep. En dan word ik zot. Ik heb zoiets van, nee, kom, dat is een afspraak en je moet dat volgen. Als het rood is, moet je stoppen aan een selfscan 10 producten en niet meer. Dus dat is iets wat mij serieus kan opjagen. En ik durf daar dan ook af en toe een keer iets over zeggen. Ah, ja? Dan word ik in één keer een stoot ventje. En dan zeg ik, madame, kun je niet tellen of wat? Allee, dan word ik daar een beetje aan mijn tand van. Dat zijn zo van die regeltjes. En ik vind, die zijn er omdat we ze zouden volgen. Hè. Nu moet ik heel eerlijk zijn, beste vriend. Ik doe dat dus constant. Met mijn volle kar naar die selfscan gaan. En ik heb het wel inderdaad onlangs moet ik het niet tegenkomen. Onlangs vorige had dat plotseling de kassa weigerde. En dan kwam er een mevrouw zo van het personeel naar mij toe. En die zei, maar eigenlijk is dat de bedoeling dat dat maar voor 10 producten is. En ik denk, ik doe dit nu al 2 jaar eigenlijk met mijn volle kaart. Ja, ik hoor maar ben ik heel content dat dan madameke tegen u is komen zeggen. Want ik zou dat ook zeggen. Maar blijf het doen hoor. Maar dat staat er ook nergens op? Staat dat er ergens op, James? Ja, dat staat er op. In hele grote letters staat daar boven selfscan, zo op een rood plakkaat. Selfscan en daaronder maximum 10 artikelen. Maar welke supermarkt is dat? Welke supermarkt is dat dan dat jij gaat? De Delhaize. Ja, bij mij is het ook de Delhaize. Vandaar dat ik al zo wat buren heel lelijk naar mij heb zien kijken daar bij die selfscan. Die denken dan, dat is een BV, die hebben je weer iets meer permitteerd. Dat is dat. Dat is die een blik dan zo geeft. Ja, eigenlijk wel. Ja. En ik dacht ook, je zou mijn kaarten kijken, zeg. Ja. Maar je hebt dat ook aan snelkassa's. Dat is nog iets anders. Ja, dat is iets anders. En daar is dan 7 producten. Ja. En weet je wat de mensen dan denken? Bon, kan je dat je vlug op die een band leggen? Ze gaat toch niet vragen om dat weer allemaal van die een band te halen. Je ziet dat, hè. Dan is dat zo stiekem geweg. Dan zal allemaal uit hun karretje pakken. En vlug op die een roller leggen. Vlug op die een band leggen. En dan denk ik, jongen, geniepen gaat ze allemaal. Okay. Ja, ik heb daar heel moeilijk mee. Dus willen we dat afspreken? Niet meer dan 10 productjes. Voilà. Dank u wel. Dan zou ik heel gelukkig worden. Ja, ik ben blij dat ik naar een andere supermarkt ga. James, dankjewel. En fijn dat je aan de lijn kwam. Salut. Bye-bye.